Het is alweer een week of wat geleden dat we de vakantiekarren van 2012 aan je voorstelden. Nou, dat is een goede traditie bij Autoweek. Die geven we alle vier weg. Samen met een pechhulp, een verzekering en een garantie van BOVAG. Nou, dat hebben we geweten, want de aanmeldingen die stroomden met honderden tegelijk naar binnen. Met als grote winnaar deze Fiat Barchetta. Daar kwamen er 850 voor binnen. Nou, er kunnen maar vier mensen de gelukkige zijn. En vandaag hebben we de uitreiking en dat doen we gezellig bij Beach Club Down Under in Nieuwegein. Gijsbert, jij wint de klassieke Saab. Had je niet liever een Mondeo met een lekker koude airco gehad? Nee, mijn voorkeur, ik ben helemaal gek van oude auto's. Dat vind ik altijd heel veel charme hebben en dat vind ik gewoon helemaal top. Ik heb wat dat betreft niet zo heel veel met nieuwe auto's. Oude auto's, daar heb ik gewoon zwak voor en dat vind ik gewoon echt een feest om mee te rijden. Gewoon avontuurlijk. Daar houden we beide ook van. Nienke, waar gaat de reis naartoe? Nou ja, we zijn eigenlijk van plan om naar de Noordkaap te gaan. Tenminste die richting op en dan kijken we wel hoe ver we komen. En als je terug bent, Gijsbert, wat is dan het plan met de auto? Het volgende plan is, volgend voorjaar gaan wij trouwen. En nou ja, we hebben nog een trouwauto nodig, dus dat is natuurlijk helemaal perfect. Het is echt pas precies in ons plaatje, dus die gaan we absoluut gebruiken. Dat komt helemaal goed. Dus gaat voorlopig niet weg? Die gaat niet weg, nee. Ik heb een mooie garage, daar kan niet in staan, dus hij gaat goed op passen. Echt een plaatje, dus ik ga het mooi zo houden. Vincent, jij bent niet de winnaar van de Mercedes van Neo. Leg eens uit hoe dat zit. Mijn broer Remco Reuver en zijn vriendinnetje Sophie die gaan een wereldreis maken. Ze willen 30.000 kilometer lang afreizen en 30 landen skiën voor het goede doel van Make-A-Wish Foundation. Ze willen via de Zuidkaap, dus via Zuid-Europa, via Turkije om de Zwarte Zee heen en dan via Rusland terug via de Noordkaap weer naar Nederland. En dan willen ze zodoende zoveel mogelijk geld opnemen halen voor het goede doel. Maar omdat mijn broer nu op vakantie is in Mexico, ben ik nu hier. En ik heb begrepen dat als de reis is afgelopen, dat de Mercedes dan weer op de markt komt? Ja, dat klopt. Alles wat ze gratis gesponsord krijgen, of gratis krijgen zoals deze auto, of in dit geval zelfs gewonnen, dat wordt geveild voor het goede doel. Dus zodoende ook deze auto daarna weer. Nou, we houden hem in de smies in de toekomst. Ja, dat zullen we doen. Ryan Chung, je bent de winnaar van de Fiat Barchetta. Waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar Italië. Ik ga dit jaar trouwen, wordt ook onze huwelijksreis. We gaan genieten van deze auto in Italië, waar die ook thuis hoort. En ik denk dat het ook de ideale auto daarvoor is. En ken je de weg in Italië? Nou, totaal niet. Maar het is denk ik niet erg om hier mee rondjes te rijden uiteindelijk daar. Nou, reistips zijn welkom in elk geval, hoor ik al. Ja, zeker weten. De Mondeo is natuurlijk een familiewagen bij uitstek. Nou Bas, jij gaat ook met je familie op vakantie. Hoe zit dat precies? Ik ga met mijn vriendin en mijn schoonmoeder op vakantie naar Italië via Frankrijk. En je schoonmoeder, waarom zo? Nou, waarom mijn schoonmoeder? Die gaat normaal niet altijd op vakantie. En dit leek ons een leuke auto. Ruim zitten om mee op vakantie te gaan. En wat rij je zelf? Ik rij zelf een Citroën C1. Dus dat werd wat krap om daarmee op vakantie te gaan. Nou, ik wens je veel plezier met je Mondeo. Hartelijk dank. Gaat helemaal goed komen. Super auto. Kas Burgman, directeur BOVAG. Dankzij u kunnen deze mensen veilig op stap. Kunnen absoluut veilig op stap. Goede gebruikte auto's. Voorzien van garantie. Voorzien van een verzekering. Voorzien van pechhulp. Dus er gaan hele mooie reizen en hele mooie verhalen uitkomen. Zeg, een pechhulp op dit soort oude auto's. Zullen we dat nou wel doen? Ja, wat is een oude auto? Hè? Gebruikte auto's zijn gewoon steeds beter natuurlijk. En in een gebruikte auto zit altijd een stukje onzekerheid. Dat kon je natuurlijk afdekken eigenlijk met een goed stukje garantie. Met een verzekering en met pechhulp. En ja, dan gaan mensen het gewoon nog veilig en goed op pad. En ze hebben een vertrouwd gevoel. En dat is precies wat wij willen bereiken als BOVAG. Mensen het gevoel hebben van garantie, betrouwbaarheid, vertrouwen. En dat is toch de basis van een goede transactie.